Hallo allemaal, vandaag is de 24e en dat betekent dat het vanavond kerstavond is. Kerstavond, wat vieren we dan? Nou, vaak zijn er dan 's avonds kerstmissen. Kerstmissen. Nou ja, je kan dan 's avonds laat naar de kerk en dan is daar de kerstviering. Wat vieren we dan? Nou, we vieren dan de geboorte van Jezus Christus. En laten we die nou eens tekenen. Het kindje in de kribbe. Tekenen jullie weer mee? Ja, Jezus in de kribbe. Hoe gaan we dat nou tekenen? Nou, laten we eerst die kribbe maar eens tekenen. Die kribbe kan eigenlijk vrij eenvoudig. Zo. Het is natuurlijk gewoon een voerruif. Waar die schapen uit te eten kregen. Of het vee, zeg maar. Zo. Daar ligt stro in. Stro, zo. Het stro eruit laten steken, zo. Hier en daar. En daar lag het kindje dan in een doeken gewikkeld. Nou, doeken. Uitkijken dat we niet te ver inwikkelen, want dan krijgen we een mummie-effect. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, de strootjes, zo. En dan dat kinderhoofdje. Zo. Zo, mogen we daar nog een... Ja, het is een heilige, hè, dus... Areoltje eromheen, zo, of erboven. Zo'n krans. Zo. Nou, hier ligt ook natuurlijk wat stro zo. Nou, dan hebben we het kindje in de kribbe. Je ziet daar altijd, of vaak dan nog hele tafereeltjes bij, dat je een doorkijkje hebt. Van dat doorkijkje uit heb je dan zicht op Bethlehem. Dat kan natuurlijk allemaal. Zo. Dan zie je daar buiten, zie je misschien een palmboom, zo. En dan de skyline zo een beetje van huisjes. En van Bethlehem zo. Tempel erbij. Zo. Goed. En natuurlijk een hele mooie ster. Stralen. Boven die. En eigenlijk klopt dat dan niet dat die ster daar straalt. Want die stond natuurlijk boven die stal. Maar goed. Nou goed, ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met het kindje in de kribbe. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.